cougar on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we all make. Nog lang zo slecht. Hier gaan we het vandaag over hebben. Het woord veranderen of verandering. En ik ga jullie een van de allerbelangrijkste lessen leren die ik ooit zelf heb geleerd. Begrijp me niet verkeerd. Deze coronacrisis die is echt serieus. Er gaan bedrijven failliet. Het is verschrikkelijk slecht voor de economie. En natuurlijk het ergste van alles, er overlijden mensen. Dat wil alleen niet zeggen dat we niets kunnen leren van deze situatie. Er zijn een aantal positieve en bijzondere dingen waarvan ik zeg van dat kunnen we leren uit deze coronacrisis en dat kun je meenemen in je fitness journey, om het zo maar te noemen. En nummer 1, dat vind ik heel fascinerend, is de connectie. Eigenlijk ben je dus ver weg van elkaar, maar eigenlijk ook heel dicht bij elkaar. En wat ik daarmee bedoel is dat in zo'n situatie mensen ook bijzondere dingen gaan doen. Dus in een bijzondere situatie gebeuren er ook hele bijzondere dingen. En een van die dingen is connectie en waardering. Op het moment dat ik zei, jongens, we gooien de toko dicht, we gaan niet meer sporten, we kunnen niet meer trainen, toen zijn er verschrikkelijk veel mensen geweest die allemaal hebben gezegd, hey Raymond, schrijf maar gewoon een groepsles af. Hey Raymond, schrijf mij maar gewoon een duo personal training af. Of geef even je bankrekeningnummer en dan maak ik wat geld over. Ook al zijn het allemaal kleine bedragen, al die mensen hoeven dit niet te doen. En het is bijzonder hoe erg je dus een band hebt met mensen, terwijl dat normaal gesproken eigenlijk helemaal niet merkt. Je weet dat je die mensen les geeft, je weet dat het zijn niet eens mijn klanten, het zijn leden en vrienden. Maar op het moment dat het er echt op aankomt, zijn er dus echt heel veel mensen die mij heel erg waarderen. En ik waardeer hun nog veel meer. Dat is ongelooflijk dat mensen voor zo'n tussen haakjes kleine club zo'n groot clubgevoel hebben. Dus nummer 1 is de connectie en de emotie die wordt in deze tijd erg versterkt. En een belangrijk ander iets, creativiteit. Heel veel creativiteit. Creativiteit en verveling. Verveling vind ik altijd fantastisch. Ik zeg niet dat ik ervan hou om mezelf te vervelen, maar wat ik wel altijd interessant vind is, zodra mensen zich gaan vervelen, dan komen ze met de allerbeste ideeën en unieke ideeën. En vandaar dus, creativiteit is iets wat we uit deze coronasituatie echt heel erg mee kunnen nemen. Je hebt het vast al gezien. Er staan honderden trainers die staan bij flatgebouwen voor balkons. Sommigen staan te zoombouwen op muziek en anderen zijn weer een andere ochtendgymnastiek of weet ik veel wat allemaal aan het doen. Fantastisch. Dat had nooit gebeurd als deze situatie er niet was. Iets wat ik vroeger ook nog wel heb gedaan is thuis personal training, dus langs mensen gaan. En allemaal van zulke soort hele creatieve ideeën, die komen alleen voort als er dus een bijzondere situatie is, zoals deze coronacrisis. Dan komen er nu ook honderden online personal trainers natuurlijk, want je moet wat. En die creativiteit vind ik ook fantastisch. Wat ik zelf ook merk, ik push er niet eens zo heel erg op dit kanaal en via mijn andere kanalen. Maar mijn schema's worden ook bijzonder meer verkocht in deze tijd. En dat is in een negatieve situatie toch nog wel heel positief. Want dat zet je ook alweer aan het denken. En vooral als ondernemer zijnde houd dat je wel gewoon heel scherp. Dat je meerdere opties hebt en dat je echt snel moet kunnen switchen. En dan hebben we als laatste het belangrijkste eigenlijk, dat is zelfverbetering. Ik heb
deze week mijn huis geschilderd. Ik heb die locatie daar afgemaakt. Ik ben, zoals jullie zien, weer wat actiever op YouTube. En achter de schermen heb ik voor deze traininglocaties heb ik vergevorderde plannen gemaakt die ik nog niet bekend kan maken. Dan valt natuurlijk mijn huis opknappen, die loods afmaken, dat, die andere ruimte afmaken. Dat valt niet onder het kopje zelfverbetering. Alleen, dat zijn wel heel veel dingen die ik moet doen die heel veel tijd kosten, waardoor mijn zelfverbeteringproces dus niet door kan gaan. Nu heb ik in één keer, wappakee, alles afgemaakt. Ik hoef me nergens meer op te focussen, alleen op dit bedrijf. En als we dan 2 maanden verder zijn, mijn vergevorderde plannen die, hoppakee, die knallen in één keer door het dak heen. De nieuwe ruimte kan open, we kunnen vol gaan vlammen. Ik heb nu ook alle tijd om te lezen, om na te denken en om dus mezelf te verbeteren. Aangezien ik alles wat ik, waar ik een prioriteit aan had gesteld, dat heb ik afgemaakt. En nu is dus de tijd van zelfverbetering. Dan heb ik nog de allerbelangrijkste les, of één van de belangrijkste lessen die ik ooit heb geleerd. En daar gaan we even goed voor zitten. Een van de belangrijkste dingen die ik ooit heb geleerd. Van mijn moeder zelfs. Die zei altijd, Raymond, de aanhouder die wint. Oftewel, anders verwoord, als je nooit opgeeft, dan kan je ook niet verliezen. En om daar wat meer over te vertellen, wil ik met jullie mijn trainingsschema doornemen. Dit is mijn trainingsschema. 8 weken. Een programma van 8 weken. Zoals de meesten van jullie weten, wil ik mijn benchpress, het bankdrukken hoger krijgen. Het deadliften wil ik hoger krijgen en mijn squat wil ik ook hoger krijgen. Ik wil die cijfers kunnen verbeteren. Dit programma heb ik 8 weken gevolgd. En mijn benchpress is van 100 naar 105 gegaan. Mijn deadlift is gelijk gebleven en mijn squat is gelijk gebleven. En om te laten zien wat mijn moeder altijd bedoelde met de aanhouder wint, wil ik jullie een voorbeeld geven. De meeste mensen die volgen een programma, zoals bijvoorbeeld dit. Die volgen dat en die zeggen, net zoals mij, nou, 1 oefening is wel omhoog gegaan, maar de andere oefeningen niet. Dus, hup, nieuw schema. Dat zou de logische gedachte, kan ik begrijpen dat dat een logische gedachte is voor heel veel mensen. Ik wil jullie laten zien hoe ik dit 8-weekse programma heb gevolgd en waarom ik nu exact datzelfde programma volg, terwijl mijn squat en mijn deadlift niet omhoog zijn gegaan. Als je iets 8 weken hebt gevolgd en je hebt alles netjes bijgehouden, dan is het wel de bedoeling dat je daarna iets analyseert. Zodat je kijkt of je vooruit kan gaan en kijken of je iets kan verbeteren. Als je ergens niet op vooruit bent gegaan, heb je kennelijk zelf iets niet goed gedaan. En dan kan je weer een nieuw programma ergens uit de lucht toveren en hopen dat dat programma gaat werken. Terwijl als je nou leert en kijk wat je fout hebt gedaan en kijk waar je zwakke punten liggen en wat je kan verbeteren, dan heb je daar een stuk meer aan. Om een voorbeeld te nemen dus. Mijn benchpress die is vooruit gegaan met 5 kilo in 8 weken. Van 100 naar 105 ben ik gewoon tevreden mee. Als we dan kijken naar mijn squat, die niet omhoog is gegaan, die is 180 gebleven. 2 dingen. Ik wilde een recordpoging doen met 190. Dat is misschien een beetje too much. Ik ga na deze 8 weken ga ik eens kijken of ik er 5 kilo bij kan doen in plaats van gelijk 10. Wat er gebeurde tijdens mijn PR-poging was dat ik naar beneden squatte en dat ik een safety pin aantikte. Daardoor, als dat gebeurt zoals jullie weten, je bent heel je balans kwijt, je bent heel je focus kwijt, klaar. En toen heb ik gelijk 180 kilo of 190, ik weet niet precies wat de poging was. Die heb ik gelijk naar beneden laten zakken, klaar. Een tweede poging zit er dan ook gewoon niet meer in. Een tweede ding is dat in dit programma, de bridge trouwens voor iedereen die dat wilt weten, is dat er verschillende squat varianten in zitten waar ik de afgelopen 12 jaar niet veel kennis mee heb gemaakt. Zo zit er bijvoorbeeld een tempo squat in. Dat betekent 3 seconden zakken en 3 seconden omhoog. En die levert mij best wel rugpijn op. Nu heb ik die oefening wat aangepast, omdat ik ervan heb geleerd. En hij begint al wat meer te wennen, die squat variant. Ook zitten er squat setjes in waarbij ik 8 herhalingen moet doen. Dat heb ik ook eigenlijk nooit gedaan. Dat doe ik bijna nooit, laat ik het zo zeggen. De afgelopen jaren niet meer. En dat is even een beetje switchen. Dus al die kleine mankementjes eigenlijk. Er zitten pin squats in waarvan ik even de goede hoogte moest zoeken in het rek. Het is allemaal nog wat wennen. Dus eigenlijk al die kleine foutjes. Daardoor kan ik me niet volgas focussen op de squat tijdens de training.
Als je dan ook nog eens een keer een PR-poging doet waar je een gigantische fout maakt, dan is het logisch dat die niet omhoog is gegaan. Fantastisch. Hetzelfde schema uitgeprint. Ik weet nu, omdat ik dit schema heb geanalyseerd, waar mijn fouten zitten en waar mijn zwakke punten zitten. En dat kan ik dus daarna weer opnieuw gaan proberen. Dan hebben we de deadlift. Ah, de deadlift is zo vervelend. Ik denk niet eens zozeer dat het is dat ik de kracht mis. Ik denk dat het een mentale drempel is. Mijn deadlift record staat nu op 190. En ik heb al meerdere keren 200 geprobeerd. En zoals jullie in deze video zien, komt die ongeveer tot scheenhoogte. En vanaf daar is het gewoon klaar. Er zit geen kracht meer in. Of dat nou echt de kracht is. Of omdat ik denk van het is 200, het is een mooi getal. Ik weet het niet, durf het niet te zeggen. Al met al, met die deadlift zoals jullie zien op scheenhoogte, daar mis ik gewoon de kracht, denk ik. Laat me daar maar op gooien. En in dit programma hebben we nu wat meer pin squats geprogrammeerd die starten vanaf scheenhoogte. Want kennelijk zit daar mijn sticky point. Kennelijk ben ik daar niet sterk genoeg. Het onderste gedeelte gaat wel, maar het bovenste gedeelte niet. Omdat ik dat nu weet, dat dat een zwak punt van mij is, heb ik in het nieuwe programma heb ik het een en ander aangepast. Iets meer rack pulls of deadliften vanaf een hoger platformpje. Ik doe dat dan met een pin deadlift, zodat de barbel ongeveer op scheenhoogte is. Precies waar mijn sticky point is, daar start ik met de deadlift. En zo zitten er ook gepauzeerde deadlifts in. Dus die trek ik nu ook wat hoger. Dus ik start een normale deadlift. Ik ga omhoog tot ongeveer scheenhoogte. Wacht 1 à 2 seconden. Up. En vanaf daar ga ik door. Om me te focussen op dat sticky point. Moraal van dit verhaal. Als ik dit schema had geprobeerd en had gezegd, het is niks en ik gooi het weer weg, heb ik er niet van geleerd. Er zit zoveel nieuwe kennis en nieuwe informatie en ervaring in eenzelfde schema volgen. Volg hetzelfde schema, wordt in één ding heel goed. Dat is ook de reden dat ik veel verstand heb van sterkste man, veel verstand heb van powerliften en niet heel veel verstand heb van hardlopen, wielrennen of andere cardiosporten. Ten eerste omdat daar mijn interesse niet in ligt en ten tweede is dat niet hetgene waar ik goed in wil zijn. Ik preek alleen de dingen die ik zelf doe en zelf interessant vind en waar ik op door blijf hameren. En vandaar dat er dus best wat nuttige video's op dit kanaal staan en je leert van je fouten, om het zo maar te noemen. Voor dit een leuke video, neem eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl, ignite your fire and grow stronger, specifiek in dit geval.